Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom vanuit het redelijk dun bevolkte hoofdkwartier hier in Utrecht voor het slot-event van de Rabo Food Forward Korte Keten. Afgelopen september zaten we hier ook, toen zijn we begonnen. En sindsdien zijn er een hoop mooie dingen gebeurd. Maar het gekke is, eigenlijk dachten we in september, volgend jaar in het voorjaar, dan is alles weer open. Dan zijn we echt fysiek bezig om mooie dingen te doen met elkaar. En eigenlijk is niks minder waar. We zitten nog steeds in lockdown. Er is zelfs een avondklok bovenop gekomen. We moeten straks met een ontheffing naar huis rijden. Maar goed, gelukkig zijn er ook dingen goed aan het gaan. Want sinds september zijn er heel veel mooie plannen ontwikkeld. En het leuke is, vandaag gaan we kennis maken met vier van die plannen. Vier van die tracks die aan het ontwikkelen zijn. En we hebben ook trackers hier in de studio om toe te lichten wat ze gedaan hebben. Dus daar verheug ik mij zeer op. Allemaal vanuit de gedachte dat we wereldwijd misschien wel meer dan 8,5 miljard mensen moeten gaan voeden. En dat we dat niet voor elkaar gaan krijgen op die oude manier. Dat we die grond blijven uitputten, dat we dat systeem steeds verder gaan oprekken. En dat we eigenlijk niet in balans met die planeet waar we er maar één van hebben aan het werk zijn. Dus dat moet anders en daar is de korte keten één van de oplossingen voor. Het gaat over een weerbaarder voedselsysteem met een beter verdienmodel voor producenten en ondernemers. Dat minder uitstoot en minder impact op die natuur heeft, maar ook een betere verbinding tussen de producenten en de consumenten. En dat bij elkaar maakt waarschijnlijk korte ketens die heel productief zijn en waar we allemaal blijer van worden. En dat is in deze tijd ook belangrijk. Ik ben heel benieuwd wat vanavond gaat brengen. Jullie zitten overal in het land aan de veilige kant van het spatscherm. En een van de kijkers vandaag is foodblogger en columniste Rens Kroes. Rens, ben je daar ergens? Hallo. Hi. Hoe is het daar? Waar zit jij op dit moment? Ik ben op dit moment in Amsterdam. Oh, dat valt mee. Thuis? Ja. Ja. Hey, jij hebt het hele track gebeuren gevolgd. Waar hoop jij een beetje op vanavond? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we meer bewust zijn van voeding en ook de korte ketens aan zich. Dat we weten waar het eten vandaan komt en dat we steeds meer verbinding maken daartussen. Ja. En dus die korte keten steeds korter worden. Er zit iemand bij mij aan tafel enorm te popelen. En, ja. dat is de directeur Food & Agri van Rabo, Karin van Uwet. Karin, fijn dat je er bent. Hoe kijk jij nou vandaag? We zijn begonnen in september. Waar komen we vandaan? Ja, waar we eigenlijk food forward, hè, het zegt het al. We zijn natuurlijk toen begonnen met thema's. En toen kwam de lockdown en toen dachten we op een gegeven ogenblik, zie je natuurlijk nog de beelden van het hamsteren in de winkels en de mensen die allemaal heel snel gingen inkopen. Maar ook van producten die er niet meer waren, ook van buiten het land. Mm-hmm. Ja, en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we zeiden van nou laten we eens naar die korte keten eens wat meer de focus erop leggen. Ja. Welke mogelijkheden zijn daar nu eigenlijk? Dus dat zijn we toen eigenlijk met elkaar gestart. Toen hebben we ook aan tafel gezeten en zoals je zelf al zei, van eigenlijk met de gedachte van nou begin volgend jaar dan zitten we hier. En dan is het fysiek. Zitten we in een weiland met helaas een slaapzak om. Ja, ja. Maar nee. Daar komen we vandaan. En zodoende zijn we in september eigenlijk met 140 deelnemers gestart. Hè, met die track of met de aftrap moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Van producent tot consument. Mm-hmm. En die hebben toen de opdracht gekregen. Waar staan we over 5 jaar? Welke verbeteringen hebben we dan? En hoe willen we dat het eruit ziet? Ik weet nog dat we daar ontzettend enthousiast over waren. Maar eigenlijk ook met in ons achterhoofd steeds de gedachte. We zien elkaar straks fysiek. Ja. Nou ja, die track is vervolgens gestart. 14 mensen, 5 meetups zijn daar geweest. En helemaal meegenomen. Hebben skills. Hebben elkaar goed leren kennen. Pitchen. Want ook dat is een vak apart. Moet ik eerlijk zeggen. Alles bij kijken. Ik wil iets, maar dat gaat niet allemaal vanzelf. Nee, dat klopt. En Rens zei het natuurlijk net ook al. Social media. Hoe ga je daarmee om? Et cetera. En eigenlijk zijn daar 4 subteams uit ontstaan. En die allemaal eigenlijk een oplossing hebben uitgewerkt. Mm-hmm. En daar gaan we vandaag dieper op in. En ja, die gaan we allemaal heel zien. Benieuwd. Ja. En die komen hier naast jou aan tafel ook pitchen. Ja. Ja. Of in ieder geval uitleggen. Pitchen is wel zo'n woord ook. Hè. Ja. Zonder echt te veel te verklappen. Als je nou dat, het is bijna een half jaar vanaf september. Als jij even terugkijkt voor jezelf. Hè, in de bank is hier niemand. Achter de schermen gaan heel veel dingen toch door. Waar word jij nou het blijst van? Ja, heel eerlijk, wat mij opvalt is, ik blijf het zeggen, de veerkracht, de creativiteit, dat mensen toch, ondanks, laten we ook zeggen, met het hele digitale stuk, wat natuurlijk heel erg versneld is, maar door blijven gaan. Ik word blij van klanten. Klanten die dat soort dingen allemaal ontwikkelen, waar we ook mee willen ondersteunen. En ik moet zeggen, wat we missen, we zeiden het al in het begin, een beetje het platte
OH, zeggen we dan, het oude hoeren met elkaar. Daar krijg je energie van. En zo, mag ook niet. Dat missen we, maar ik word blij van met de klanten en die maar doorgaan. En die hun verdienmodellen aan het ontginnen zijn met nieuwe concepten. Ja. Daar worden we gewoon heel blij van. En ik merk ook dat in de aanloop naar de verkiezingen, dat er is genoeg om over te klagen en over te zeuren op het moment. Maar samen een betere wereld maken, om het zomaar te noemen, blijft gewoon in de top 3 staan van alle Nederlanders van wat we belangrijk vinden op dit moment. Het lijkt mij een heel goed moment, dames en heren, om kennis te gaan maken met de eerste track met de schitterende titel Beter Eten uit de Korte Keten. Wat je nu ziet is dat alle fooddata heel erg versplinterd is. En wat wij willen doen is die data bijeenbrengen in één datadeelomgeving. Er is heel veel informatie, al op verschillende plekken ligt dat al. We hebben informatie over boeren, over wat ze telen, over wat de voedingswaarden zijn van die producten. En aan de andere kant weten wij straks ook van jou wat jij graag wil hebben, wat je wil eten, wat je lekker vindt, wat je niet mag hebben qua allergenen. Misschien heb je wel sporttoestellingen. De uitdaging die wij hebben gekregen vanuit Rabobank is om die korte keten daarin te gaan verwerken. Dus hoe kunnen we eten uit de korte keten bij jou krijgen als consument, gebaseerd op jouw behoeftes? Peuk is straks een app waar jij als consument gemakkelijk, gebaseerd op jouw profiel, producten kunt kiezen uit die korte keten. Losse recepten, losse ingrediënten, misschien zelfs wel maaltijden. On your doorstep. Dus die informatie gaan wij met elkaar koppelen. Heel technisch, voor een datamodel daaronder. Maar wat je ziet straks is gebaseerd op jouw keuzes, gemakkelijk spullen uit de korte keten halen. In een box, bij jou thuis. En daar ligt natuurlijk een stuk uitdaging van ons als bedrijf om al die data bij elkaar te halen. Uiteindelijk die data bij elkaar hebben, dan hebben we één datadeelomgeving waarin alle beschikbare data op één plek terug te vinden zijn. Het doel is eigenlijk tweeledig. Enerzijds willen wij met de app de consument de mogelijkheid bieden om de weg naar de korte keten makkelijker te vinden. En anderzijds is dat er heel veel data beschikbaar komt voor de producenten, zodat die inzicht krijgt in het gedrag en de behoeften van de consument. Dus als je alles bij elkaar brengt, wat we eigenlijk doen, is meer transparantie brengen in die keten. Goed voor alle partijen uiteraard. Dus beter eten uit de korte keten. Waarom niet? Ja, je merkt meteen het belang van een goede naam voor je nieuwe idee. Want ik kan hem nou eigenlijk al niet meer uit mijn hoofd krijgen. Beter eten uit de korte keten. En gelukkig zit hier aan tafel Robin Porrio. En die gaat even wat nader toelichten. Robin, ga je gang. Dankjewel, Harm. Ja, beter eten uit de korte keten. Wat houdt het nou eigenlijk in? Wat is jouw match? Wij als consumenten, ikzelf ook, struggelen natuurlijk dagelijks met van wat ga ik nou eten? Wat past bij mij? Heb ik doelstellingen, sportdoelstellingen, mijn gezin? Goed eten, lekker eten, verantwoordelijk eten. Heb ik allergenen, andere zaken. Dat is al lastig zat. Maar als je daar nog iets aan toevoegt, bijvoorbeeld, wat is mijn footprint? Ik heb een CO2-plafond. Ik wil graag biologisch eten. Ik wil graag minder vlees eten. Goed voor mensen en milieu. Al die zaken nog erbij, wordt het nog lastiger om daarin de juiste eetbeslissing te nemen. Wat nou als je al dat soort zaken, dat proces van boer tot vork, gemakkelijk kunt matchen. Nou, daarvoor is een datadeelomgeving nodig. Dus een model waarin verschillende data van de boeren, van de consument, van de overige partijen bij elkaar wordt gezet. Gebaseerd op jouw persoonlijke profiel kun je een box samenstellen met lekker eten uit die korte keten. Een receptje, maar kan ook een hele maaltijd zijn uiteraard als je wat minder tijd hebt. Technisch verhaal gaan wij trachten in onze club, ons ecosysteem aan elkaar te knopen. Waarbij je gemakkelijk beter eten uit die korte keten bij jou thuis kunt krijgen. Dus, zoals in het filmpje, beter eten uit de korte keten, waarom niet? Dankjewel. Helemaal goed. Gaan wij ondertussen kijken naar track nummer 2 met een minstens net zo kernachtige titel, Boer aan tafel. Waar wij als boer tegenaan lopen is dat de consument eigenlijk niet meer goed weet waar zijn voedsel vandaan komt. En wat er nodig is om uiteindelijk een pak melk bij hun op tafel te krijgen. Het is een probleem omdat je daarmee een heel stuk waardering mist voor al het werk wat je doet. Dat is het produceren van voedsel, maar dat is bijvoorbeeld ook het onderhoud van het landschap. Ons bedrijf, onze weilanden, waar weidevogels vliegen, waar allerlei bloemen bloeien. Dat is wel werk wat wij als boeren verzetten.
Boer aan tafel is een restaurantformule waar zoveel mogelijk gewerkt wordt met producten die rechtstreeks van de boer komen. Op deze manier wordt er alleen gewerkt met wat de natuur, de bodem en dus ook de boer ons kan bieden. En daar houdt het eigenlijk niet op. We nemen de gast in het restaurant mee in een beleving. En in die beleving staat het verhaal van de producten, maar ook het verhaal van de boer centraal. Op deze manier proberen we de boer-burgerrelatie eigenlijk te versterken om die waardering voor de boer te stimuleren en dat consumenten meer willen betalen voor deze mooie producten. Als je bij Boer aan tafel komt eten, dan draag je bij aan een beter verdienmodel voor de boer, omdat er alleen gewerkt wordt met producten rechtstreeks van de boer. Daarnaast heb je hartstikke lekker gegeten met verse producten van het land en heb je een ervaring beleefd die de passie van de boeren vertaalt in een heerlijk gerecht op het bord. Voor het succes van Boer aan tafel zouden wij als team graag een pilot willen draaien. En voor deze pilot hebben wij een aantal dingen nodig. We hebben de boeren nodig die producten rechtstreeks willen aanbieden. We hebben een kok nodig die creatief kan omgaan met deze producten om heerlijke gerechten te maken. En natuurlijk consumenten die te gast willen zijn bij zo'n diner om een avondje heerlijk te genieten van de verse producten op het bord. Met Boer aan tafel zetten we samen met jou de boer weer op de kaart. Nou, zoals in het filmpje al werd benoemd, willen wij met de restaurantformule Boer aan tafel Nederlandse boeren helpen om het verhaal te vertellen aan de consument. Om zo de boer-burgerverbinding te versterken. Dit alles met als einddoel om boeren zoals Christianne een stukje waardering terug te geven en ook een beter verdienmodel. Nou, gelukkig werken er al steeds meer horecaondernemingen met de producten uit de korte keten. Maar met Boer aan tafel willen wij ons juist onderscheiden om gasten in het restaurant echt mee te nemen in een beleving. En in die beleving geven wij boeren met hun producten een podium. We hebben nog niet helemaal helder hoe deze beleving er precies uitziet of in welke vorm die is. Het zal nodig zijn om namelijk op basis van behoeftes van gasten hier ideeën voor te ontwikkelen. Maar je zou kunnen denken om gasten mee te nemen in het proces van boer tot bord in een soort track-and-trace systeem, net zoals bij je postpakketje. Of een jaarlijks diner op de boerderij. Nou, heb je nou ook zo zin in dat gerecht uit de korte keten met dit verhaal? Neem contact met ons op als jij gast wil zijn tijdens onze pilot. Zo zetten we samen met Boer aan tafel de boer weer op de kaart. En dan de rest volgt vanzelf. Ja, precies. Mooi. Je bent een fijn mens, Nina. Dank je. Ik ga je heel veel succes wensen. En hou ons op de hoogte. Helemaal goed, dank je wel. Dank je zeer. Gaan wij ondertussen, want we gaan gewoon stug door je, door met track nummer 3. En dat is ook een hele mooie. Als je die naam gewoon ziet, dan zegt het je niks. Maar als je het dan hardop uitspreekt, dan wordt het ineens heel leuk. De naam is Support Your Locals 010. Support Your Locals 010 is dan misschien ontstaan in een crisistijd. Maar wij willen zorgen voor een blijvende verandering in de voedselketen. In de eerste lockdown van afgelopen jaar werd de horeca gesloten en kwamen lokale makers met al hun producten te zitten. Hier in Rotterdam hebben al die lokale makers zich heel snel verenigd in een appgroep en hebben we nagedacht hoe kunnen we deze producten zo goed mogelijk bij de mensen thuis krijgen alsnog. En hieruit volgde een boodschappenbox. Heel de week door kunnen mensen de boodschappenbox online bestellen en op vrijdag zorg ik dan dat ik bij alle verschillende productmakers, dus of bij de brouwerij of bij de kaasmaker, langs ga om producten op te halen. En sommige producten worden 's ochtends geleverd, bijvoorbeeld de groenten, vers van het land. En die verwerken we tot alle boodschappenboxen en die rijden we dan in de middag en in de avond op vrijdag uit naar de mensen toe. Ik kijk er iedere week weer naar uit om de box te ontvangen. Er zitten altijd lekkere, verse, lokale producten in. Iedere week ontdek ik nieuwe recepten, maar ook nieuwe lokale makers. Coronacrisis of geen coronacrisis, we wilden eigenlijk gewoon doorgaan met het samenstellen van deze boodschappenboxen. Niet alleen omdat mensen dan kennis maken met lokale makers en al het lekkers wat zij maken in en om Rotterdam. Maar ook omdat je meteen bijdraagt aan het verkorten van de voedselketen. Omdat alles wat in Rotterdam wordt gemaakt ook meteen bij jou wordt afgeleverd. Dus het verlaat eigenlijk niet eens de stad. De komende tijd zouden we heel graag willen opschalen, dus meer boodschappenboxen verkopen, zodat we ook weer meer makers leren kennen en meer bij hun kunnen afnemen. En zodat iedereen ziet wat deze prachtige stad allemaal te bieden heeft.
Support Your Locals 010. Zoveel mogelijk Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven bereiken met lokale producten via persoonlijk samengestelde pakketjes en natuurlijk de boodschappenbox. En ik wil deze Rotterdammers bereiken om zoveel mogelijk lokale producten bij hun te krijgen. Want het is lekker, vaak gezonder en je eet bewust, maar je steunt ook je lokale ondernemer, dus ook de lokale economie. En dat er veel in Rotterdam wordt gemaakt, dat mag duidelijk zijn. Maar de supermarkt blijft nog vaak de makkelijke keuze. En om die mensen blijvend te bereiken, is een professionaliseringsslag nodig voor Support Your Locals 010. Want de organisatie die staat of valt nu bij één persoon. En met hulp van vrienden en familie en zelfs vaste klanten kom ik al een heel eind. Maar omdat we in de crisistijd zijn begonnen, zijn alleen eigenlijk de vragen die belangrijk en urgent zijn, heel de tijd opgepakt en opgelost. Maar belangrijke vragen die minder urgent zijn, blijven nog liggen. Zoals hoe kunnen we de logistiek verbeteren, de marketing verbeteren? Wie zijn die Rotterdammers die wij willen bereiken? Maar ook hoe kunnen we van bestaande klanten nu de feedback beter krijgen? Hoe kunnen we een heldere business case opstellen? Maar ook hoe kunnen we natuurlijk ons netwerk uitbreiden met meer lokale makers? Nou, het feit dat er nu al vaste klanten zijn die zelfs hun hulp aanbieden, laat denk ik ook zien dat er een verbinding ontstaat tussen de consument en het product. En daardoor natuurlijk indirect ook met de maker. En dat is exact wat ik wil en wat Support Your Locals wil. En ik denk dat deze verbindende factor, die blijf ik spelen. En ik hoop en ik denk dat met raad en daad de Rabobank deze alleen maar sterker kan maken. Ik ga je ook heel veel succes wensen. En hou ons weer wederom op de hoogte. En dan krijgen we in de loop van het jaar echt al die succesverhalen binnen. Ja. Dankjewel, Jarel. Dankjewel. Gaan wij naar de laatste track van vandaag, dames en heren. En wederom, prachtige naam. Maak kennis met gelijke munt. De politiek vindt dat boeren geen kunstmest mogen gebruiken en geen bestrijdingsmiddelen. Maar als dan de muizen jouw gewas opeten, is er niemand die jouw hypotheek betaalt. Boeren willen wel omschakelen naar biologische landbouw. Maar aan de vraagkant is er gewoon onvoldoende vraag. En dat komt waarschijnlijk omdat die consument, als hij in de winkel staat en kan kiezen tussen twee producten, een biologisch en een gangbaar product, eigenlijk onvoldoende het verschil weet en daarom niet bereid is om die meerprijs te betalen. Wij proberen door middel van pixel farming die consument op ons bedrijf mee te laten kijken waar we aan het doen zijn. En dat die consument denkt van ja, dat zie ik zitten en daar ben ik bereid om ook die boer extra voor te betalen. Afgelopen jaar zijn we gestart met een experiment pixel farming op het landgoed. En samen met Wageningen Universiteit en Pixel Farm Robotics zijn we dit experiment aangegaan. En we hebben een hectare verdeeld in pixels van 1,50 bij 1,50. Mensen konden voor 10 euro een pixel pachten. En de opbrengst van de pixel was voor de pachter. Ik heb verbouwd venkel, romanesco. Ik wilde knolselderij, maar die is mislukt. En verder heb ik ben ik voor de bloemen gegaan, omdat ik ook wel vond dat die er ook moesten zijn. En ik geloof nog prei. Als leek, en dan, dat ben ik toch, hoewel ik hier nou een tijdje zit, ontzettend opvalt is hoe hier het landschap veranderd is. Gewoon door wat de boeren hier doen. Je wandelt langs die pixels en het zoomt overal. Zie je vogels, dan zie je vlinders en zie je insecten. Nou ja, dat is iets wat echt een feestje is hier. Die dieren en de natuur, hoe dat door elkaar heen gaat. Heel bijzonder. Pixel farming is eigenlijk het boeren met de natuur mee, zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En door middel van blokjes van 1,5 bij 1,5 meter telen we op een manier waardoor ziekten en plagen eigenlijk minder kans krijgen. Want op het moment dat een plaag in een pixeltje zit, zie je een buurpixel komt wat hij niet lekker vindt, gaat hij weer terug. En zodoende hou je een plaag onder controle. Je zult naar een vorm van automatisering moeten om met een robot te planten, om met een robot te kunnen wieden en om met een robot te kunnen oogsten. En waar het uiteindelijk om gaat is dat je een gezond product gaat telen in een gezonde omgeving, maar ook met een gezond verdienmodel. En daarom ook ons concept de gelijke munt. Want daar zit met name dat gezonde verdienmodel, dat die pachter van zo'n pixel een vast bedrag per jaar betaalt. En daarmee heb je als boer in ieder geval je kosten gedekt. Ik denk dat pixel farming inderdaad een meerwaarde kan geven. Het zorgt uiteindelijk voor biodiversiteit, maar ook het zichtbaar zijn. Wat doe je op de boerderij? En ik denk dat je daarmee een hele korte lijn krijgt tussen de consument en de boer. En ik denk dat die verbinding heel erg belangrijk is.
Wij zijn als boeren enthousiast om met nieuwe technologie, met die ecologie, met de natuur mee te gaan boeren. Dat die consument ook zegt van ja, dat zien wij zitten en dat die dan daadwerkelijk die pixels gaan kopen. Ja, wij hebben gekozen voor pixel farming om ons voedselbos in Blesdijken te ontwikkelen. Pixel farming is voor mij heel interessant omdat het schaalbaar is. Ik hoef niet meteen heel groot te zijn. Ik kan met een paar pixels beginnen, maar we kunnen ook heel snel opschalen omdat er heel veel boeren zijn die dit ook wel willen als er maar voor betaald wordt. In ons voedselbos gaan we een aantal dingen doen. Ik wil er hier twee toelichten. Dat is de bodem. Wij vinden de bodem superbelangrijk en wij willen daarin investeren dat we meer organische stof gaan vasthouden. Organische stof is als het ware de spons in de bodem. Als het heel hard regent, neemt hij het vocht op. Als het droog is, kan die plant de laatste druppel er nog uit wringen. Wat erg leuk is, is dat organische stof voor een deel ook uit carbon bestaat. Dus in feite leggen we daarmee ook CO2 vast. Als alle boeren dit nou zouden kunnen doen, kunnen we heel veel CO2 vastleggen, komen we misschien wel CO2 tekort. Daarnaast, een andere uitdaging die ik zie is dat we naar andere gewassen moeten. Niet de standaard gewassen, maar hele andere dingen die we niet meer gewend zijn om te eten. Ik zie het met mijn eigen kinderen, knolcel 3. Ja, vinden ze raar, vreemd, dus die willen ze niet eten. Dus daarom werk ik samen met Jan Smink, een topkok bij ons uit Wolvenga. En gaan wij kijken hoe we een aantal aparte producten toch op de kaart kunnen zetten. Ik wil hierbij een oproep doen aan iedereen. En of dat nou de burger is die net als Saskia in het filmpje zegt van ik wil investeren in dat feestje op het platteland. Of dat de grote bedrijven of de kleinere bedrijven zijn die zeggen in 2050 willen wij kunnen zeggen dat we in 2021 de goede keuze hebben gemaakt. En hebben gezegd wij gaan investeren in organische stof in die bodem, CO2 vastleggen in die bodem en een gezonde bodem waarop we in 2050 voldoende en gezond voedsel kunnen produceren. Dat kun je doen door naar onze website te gaan, www.voedselbosblesdijkerheide.nl en een pixel te pachten. Karen, wij gaan zo richting het verlenen van steun aan deze vier schitterende tracks. Ja. En ik ga ondertussen even de juryleden die tot nu toe heel veel mooi werk hebben verricht enorm bedanken voor hun kundigheid en jullie kritische vragen en ook het meedenken in wat nou de beste vervolgstappen voor deze vier tracks zouden kunnen zijn. Dank jullie zeer, alle vier. Ja, Karin, je hebt zitten meediscussiëren en kijken. Ja. Waar word je het blijst van? Niet zozeer per track, maar in zijn geheel. Nee, ik word overal blij van. Wat ik net al zei, de kracht zit hem in de eenvoud. Eigenlijk zijn het allemaal initiatieven die niet alleen een bijdrage doen aan die korte keten, maar daarmee natuurlijk ook op het potentieel. Hè, als we het hebben over het verdienmodel, als we het hebben over de carbon, als we het hebben over stikstof. Voor veel langs, gek genoeg. Ja, maar ook over bijvoorbeeld het weerbaren van de grond. Hè, dat is ook zo'n belangrijke. En ik vind het ook heel belangrijk, en daar word ik ook heel blij van, dat is ook een van de acties bij Rabobank. Die dialoog tussen boer en burger, of tussen producent en consument. Ja. Daar word je gewoon blij van. Nou, en ook zo langzamerhand, nu worden we nog blij van. Maar eigenlijk denk je ook, jongens, want ja, al die polarisatie, ik had het laatst in de Tweede Kamer met politici, toen werd ik eigenlijk een beetje boos. En toen zei ik, milieu en de toekomst van ons allemaal, inclusief kinderen en kleinkinderen, dat is niet links of rechts. Dat is ons allen probleem. Ja. En dat moeten we nu samen oplossen en een beetje snel. En iedereen wat hij zelf kan doen, zo snel mogelijk in zijn directe omgeving. En dat vind ik zo mooi hieraan. En ook het mooie, dat je allerlei aanknopingspunten ziet waar ze eigenlijk elkaar ook allemaal weer raken. Ja. Ja. Dat is gewoon, vind ik, vind ik mooi. En soms is het nog veel eenvoudiger dan we denken. Ja, en zo fijn dat je dan gewoon als directeur hier bent, dat ik hier gewoon ook ben. Ja. Ik vind, soms heb ik gewoon echt mazzel in mijn leven. Ja, dus, heeft die jury, samen met jou ook, nagedacht van die tracks zijn nu hier, we hebben het allemaal langs zien komen. Wat is nou de volgende goede stap? Daar hebben ze een advies over uitgebracht. En al die tracks die krijgen dat in de vorm van een check, die liggen voor jou. Ja. En die gaan we ze na afloop geven, want anders krijgen we anderhalve meter geneuzel. Dat doen we niet. Dus zou jij per track willen zeggen van, dit is het advies en dat krijgen ze ook. Dit is het advies. Ja, nee, vind ik heel mooi. Dat doe ik graag. Ze hebben geen inspraak, het is gewoon kundig advies. Nee, dus klopt. Daar is goed naar gekeken van. En nogmaals, echt voor mij, jullie zijn echt allemaal winnaars. Het klinkt zo lekker staccato, maar zo is het wel. Ik ben er ontzettend blij mee. De eerste check, die gaat naar Beter Eten uit de Keten. Uit de Keten. En die krijgen een interview met RTLZ.
Wij vinden dat echt een fantastisch initiatief. En ik denk dat dit een hele mooie is om hier ook, wat meer bekendheid aan te krijgen. Mm-hmm. Dus dat is de eerste. Ja, maar daar heb je over nagedacht natuurlijk. Want jij denkt dat staat al zo stevig en dat ontwikkeltraject wat daar aanhangt is zo duidelijk. Ja. Die kunnen gewoon naar buiten toe nu en ook even zeggen, jongens, dit zijn wij aan het doen. Dus bekendheid, rugbaarheid en dat gaat ze helpen. Ja, precies. En er werd net zo mooi gezegd van we beginnen vandaag, maar het staat er gewoon. Dus we moeten dat ook gewoon zeggen. We zijn bezig, dit is het en meld je aan. Kom helpen. Ja. Dat is wat ik daar vind. Ik echt een hele leuke, dat had ik niet snel bedacht, vind ik heel goed. Ja. En het zijn leuke mensen. Dus, ja. Zeker top. Weten. Dan de tweede, dat is Boer aan tafel. Daar hebben wij gezegd van, vinden we leuk om aan te bieden coaching door Christian Vette. Van de Taskforce Korte Keten en natuurlijk gespecialiseerd in foodservice. En die vonden we hier heel goed bij passen. Dus dat vinden we daar een heel mooie beloning. Of ik wou zeggen, haal daar alsjeblieft je voordeel uit. Want die dingen kun je zo goed gebruiken als. En het is ook net het punt waar ze nu staan. Ja. Ze zeggen net, we moeten een soort training on the job kijken. Ja. Hoe gaan we dat nou, die track and trace, al die dingen, hoe gaan we dat vormgeven? Ja. En dan is het heel fijn dat er een extreem deskundig iemand meekijkt. Zonder dat hij de boel belemmert. Maar zegt van, heb je daar aan gedacht? Zou dat helpen? En dan gaat het gewoon stukken sneller. Ja, precies. Die je echt kan helpen van, inderdaad, let daarop. Ja. Ook de ervaring uit de Taskforce Korte Keten mee kan nemen. En ik vind het ook leuk voor Christian. Ja, want dan ben je niet alleen maar een ouderwetse bankier die zegt, ja, ik krijg geen geld of wel geld. Ja. Ik weet niet of ze vroeger zo praten, maar dat je dan denkt, nee, ik heb kennis en dat kom ik inzetten. Nou ja, ik denk dat dit het mooie is. Hè. Dit is een van de dingen ook met de Rabobank. Kennis, netwerken, financieren. En ik denk dat dit onderdeel daar een heel mooi voorbeeld van is. Ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. Dan mooi. Dan hebben we Support Your Locals 010. 010. Ja, 010. Ja, nee, daar zit de kracht in natuurlijk. Prachtig. Ik woon in 0575, maar ja, dat mag daar weer niet meedoen. Maar nee. Nou ja, wie weet, want ze willen. Ze hebben meer. Ik hoor net, ze hebben meer moeite om te gaan dan naar 05, dan bij spreken naar 010. Ja, dat is minder erg. Dus vandaar. Maar daar hebben we gezegd, coaching door Robert Lut, een start-up en scale-up banker van Rabobank. Ook daar zit, er werd ook iets geroepen over business cases, et cetera, maar ook over kennis en coaching. Dus wij dachten, dat is mooi om dat te laten doen door Robert Lut. Ja, en jouw hele degelijke opmerking. Uiteindelijk moet idealisme zich wel vertalen in iets wat stevig staat voor alle partijen, want anders kan je niet doorpakken. Nee, klopt. Dan blijf je op drijfzand ballet maken, maar je moet gaan borgen en je moet het degelijk dicht timmeren. Dus een deskundige bankier. Ja, daarom. Ja. En dat is voor aan de ene kant voor de producent, maar ook voor de ondernemer. Dus volgens mij is dit een heel mooie manier om dat op te pakken. Gaaf. Ja, leuk. En tot slot de laatste, gelijke munt. Ook daar hebben we over gehad. En wij zeggen van coaching door Rens Kroes. Een fantastisch mooi initiatief. Ik moet zeggen, ik ben heel blij met biodiversiteit en met grond. En pacht een pixel, dat vind ik. Kijk, gelijke munt vind ik een mooie naam. Maar ik vind pacht een pixel, dat pakt eigenlijk net zo misschien goed. Moet die naam maar even nog pak een pixel of pixel farming, of dat is wel lekker dat die pixel erin zit. Ja, ik wel mooi. En ik kan me voorstellen, Ren zei het in het begin al van, ik kan je eventueel ook helpen als je om daar meer exposure te krijgen, Instagram, et cetera. Dus wij dachten, Rens Kroes past daar goed bij. Want het is, je moet zorgen dat je hier de mensen in meekrijgt. Volgens mij gaat dat vast en zeker lukken. Ik denk dat het ook nog eens onbekend maakt, onbemind. Hè? Ja. De agrarische sector zelf weet heel goed hoe dat zit, hè? Met carbon, met de grond en hoe belangrijk dat is. Ja. Maar hier heb je juist nodig dat je dus de hele goede gemeente in Nederland, dat die daarin mee moet. En je merkt dat het ook helemaal nu aan de hand is. Hè? Want morgen begint de bed and breakfast actie van de Bijenstichting. Ja. Dus iedereen die rammelt aan de bel, jongens, gaat echt heel slecht. Ja. Het is wel een soort putje waar we doorheen schrapen. Dus dit moet echt snel van de grond. Nou, dit hoor je algemeen. Hè? Ja. Want dit is inderdaad, je ziet allerlei initiatieven. Dit is ook onderdeel van de verkiezingen. Ja. Je hoort iedereen erover praten. Dus volgens mij is echt de tijd rijp om te zorgen dat mensen hier echt goed van op hoogte zijn. En snel graag. En snel. En als je dan bedenkt dat ooit met de eerste pixels was er een Amerikaanse student die heeft een beeldscherm verkocht. Alle pixels kon je kopen voor $10 of zo. Die was multimiljonair doordat ze gewoon heel simpel iets met pixels ging doen. Ja.
Dus ja. Ik word altijd heel blij van het idee pixels. Nou, ik word hier ook nog blij van, omdat het gewoon echt een nieuw verdienmodel is. Dus aan de ene kant, ja. Je gaat door met elkaar om te zeggen van, nou, we weten waar het aandachtspunt zit. Maar je geeft die ondernemer, die wil dat vaak wel. Ook die is op zoek naar een verdienmodel. En dit is een manier om dat te doen. Begin klein en rol het zo snel mogelijk uit. En waar je mee omgaat, daar word je door besmet. Ja. Dus als je eenmaal begonnen bent, komt de rest ook wel. Komt de rest ook. Nou, we zijn eruit, Karin. Nou. Ik vind het een hele leuke stimuleringsprijzen voor al die prachtige initiatieven. Ja. Dankjewel dat jij hier was. Ja, het is je eigen bank, maar dan toch. Ja. Dus, want het helpt enorm als ook de directeur Food & Agri een soort haar zegen geeft aan wat er gaande is. Dat is heel belangrijk. Nou, we weten weer, dit vind ik altijd zo mooi. Dit bevestigt weer eens waarvoor we het doen. Ja. Want dit is namelijk echt voor de toekomst, toekomstbestendig. En daar zijn onderdelen van. Superfijn. Dankjewel.